Hallo's opeens, Berkens op Gamebase, een nieuwe aflevering van Amnesia. Ik heb een tijdje gestopt. Ik dacht, weet je, ja, de nieuwe Amnesia is uit. Dan laat ik gewoon eventjes de oude uitspelen. Ik ga niet beloven dat ik de nieuwe ga doen. Als jullie nu echt zeggen van, oh, ik ga de nieuwe doen, dat is de shit. Ik denk persoonlijk dat er niet echt veel vraag voor is. Aangezien PewDiePie hem al doet. Ja, als PewDiePie doet, kan ik het eigenlijk wel shaken, weet je wel. Dat is sowieso iets. En ik denk dat het in Nederland sowieso redelijk wat gedaan gaat worden. Ik ga wel zo meteen een GTA 5 pre-orderen met mijn broertje. Hij zei, weet je Rick, ik ga hem kopen. Als jij gewoon de helft meebetaalt, dan kun je hem ook spelen. Dacht ik, nou weet je, jullie willen heel graag GTA 5 van mij. Ik deed eerst van, nee, die ga ik niet pre-orderen. Oh, ik heb het al gevonden. Ik zat al te kutten van, hoe gaan we dit doen? Ja, weet je, dan heb ik hem voor 25 euro of 30 euro heb ik GTA 5. Maak ik jullie denk ik heel blij mee. Dus, GTA 5 in de pocket. Ik heb geen leuk uit dit ding komt trouwens. Ik heb hier echt een jaar geleden ingezet en nog wel langer. Met de 24 uur livestream. Ik ga nu een hele kleine aankondiging doen. Er gaat namelijk voor de 25.000 abonnees een 25.000 uur livestream komen, denk ik. Ik wil eigenlijk de 24 abonnees 24.000 uur. 24.000 uur 24 uur livestream doen. Alleen, dat zit zo. Dat is een leuk verhaal. Hoe de fuck kom ik hieruit? Ik heb alvast dat die dingen daar los zitten. Dat is een goed begin. Wat can we, zijn er ook bricks bij die wel met hand removed kunnen worden? Heb ik nog iets bij me misschien? Kijk, ik heb gewoon mijn hammer en chisel bij me, joh. Oké, dat gaat goed. Gaat hartstikke goed. Tikkie. Wat ik wil zeggen is dus, een 25 uur livestream, aangezien de 24 uur special al bezet was. Wat de fuck moet je doen? Ik kan me dit echt niet meer herinneren, namelijk. Zou ik kapot moeten of zo? Ja, er gebeurt iets. Ja, oh, dan kan ik waarschijnlijk die balk pakken of zo. Nee, niet terug. Oh, dat kan ook. Oh, rustig aan, muur. Rustig aan. Dit is waarschijnlijk de ene laatste aflevering. Oh, nu zit ik in een ander celletje. Dat is handig. Dat is verdomme handig, Harry. Het is een beetje een chaotische intro. Ik heb eigenlijk al de special verklapt. De 25.000 abonnees special wordt dus eigenlijk gewoon een aankondiging waarin ik zeg ik ga de 25 uur livestream doen. Want ik weet nog niet wanneer ik het ga doen. Ik ga hem een keer doen als mijn ouders weg zijn. Een weekendje, want dan ben ik helemaal alleen thuis. En dat is wel zo fijn. Want als ik helemaal alleen thuis ben, dan anders komen mijn ouders altijd binnen van, oh Rick, ik wil je wat zachter doen en nu kan ik gewoon allemaal vrienden uitnodigen. Alhoewel waarschijnlijk nodig ik alleen Jur en Pijke uit ofzo. En dan gaan we gezellig met z'n drietjes streamen. Of met z'n tweeën. Alleen Jur en ik, gewoon de originele Serpent gameplay formatie, wij met z'n tweetjes. Ik heb echt geen Oh, fuck. What the fuck is dit? Oh, is het gewoon een cutscene? Wat? Het was even een klein beetje donker, jongens. Het was even... Oh, kijk. Tinderboxes, die heb ik net nodig. Oh, er ligt in één keer een like naast me. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal voor een jongen van mijn leeftijd. Zit zelfs een pikkie aan, maar daar ben ik wel gewend. Want ik heb zelf ook zo'n ding. Hey. Nee, serieus. Ik kan het gewoon laten zien, hè, jongens. Ik heb zelf ook een piemel. Gewoon een echte, ras-echte, rauwe borst. Heb ik. Gewoon tussen mijn benen zitten. Daar kun je aan twijfelen, maar je kan ook accepteren dat ik gewoon een pick heb, weet je wel. Oh, we gaan even lekker rollen. Oh, dat kan ik beter hier doen, denk ik. Daar zit niet veel aan, als ik even zeggen mag. Nou, dan rollen we toch naar beneden. En weer omhoog. Ik denk dat ik een beetje doelloos bezig ben. Dat kan ook. Dat is gewoon jouw mening, hè, Ricky? Nou, deurtje open. Even looten die zooi. Waarschijnlijk ga ik dit echt niet meer nodig hebben, maar ja. Je weet maar nooit, hè. Oh, een emmer. Kijk. Oh, ik heb een idee. Jongens, ik ben misschien niet de tweede Einstein, maar ik heb zojuist een geniaal idee gekregen. Over de tweede Einstein gesproken, ik vind het wel grappig. Je had zo'n tieneraccount en die tweette iets van een foutje in het schoolboek ontdekken en denken dat je de tweede Einstein bent. Dat vond ik leuk, want volgens mij had Einstein dyslexie. Dus als jij een spelfout ontdekt in een schoolboek en je vindt dat je de tweede Einstein bent... Dan heb je waarschijnlijk geen spelfout ontdekt, maar dan ben jij de spelfout. Ha, ha, ha. Ik dis graag tieneraccounts. Dat is het verhaal. En weer omhoog met dat ding. En draaien maar. Dus ja, als jullie zeggen, Rick, ik ga de tweede amnesia doen, dan sta ik daarvoor open. Maar ik denk dat het hem niet gaat worden. Of ik laat het gewoon even afkoelen totdat iedereen het al gespeeld heeft en iedereen er alweer over vergeten is. En dan speel ik een beetje. Dat was wel een beetje mijn stijl. Waarschijnlijk ga ik me zo meteen de tering schrikken, maar ik ben het wel gewend. Oh, die zit op slot. Ik heb een emmer. Wat wil je nog meer? En met water, stukjes orb. Ik heb wel wat in mijn journal staan, dat is mooi. Notes, denk ik. Nee, diaries? Nee, mementos? Ja. Yeah. Find the key to open the door leading out of the area. I grip at the dying man. One note speaks of a mixture, the pedestal. Ja, oké. Daar heb ik allemaal niks aan. Het gaat vooral even om dat water. Nou, ik heb water. Ik kan er weer terug de put in gooien. Dat lijkt me niet echt de oplossing. Ik moet iets gaan doen met dit water in ieder geval. Misschien ergens in. Ah, daar zit iets waar iets in kan. Dat
lijkt me niet echt het antwoord. Oh, wacht, ik kan hier iets pakken. Dit gaat allemaal heel toevallig allemaal. There's a key in the pipe, but it can't be reached. Oh, wat, ik snap het al. Dan gooi je daar het water in. Dan stroomt hopelijk de sleutel mee. Oh, Rick, jij bent zo'n slimme jongen. Pak maar op met die sleutel. Klop, klop, klop. Eet maar lekker op. Wat, dat staat er nergens op. Oké, sleutel erin. We stoppen onze sleutel erin. Je kan me herinneren dat je hier moet rennen, want dit vond ik echt zo'n episch moment van... Oh my fucking god. Ja, precies, die. Run! Run, Rick. Run, Forrest, run! Oh, kut, een balk. Ik haat balken. Ja, perfect, goed genoeg. Nee. Ja, mooi. Ik heb geen idee of je serieus dood kan, of dat het gewoon een beetje is van... Ah, we fucken je up. Je moet rennen. Een van deze twee kanten kun je niet op, kan ik me herinneren. Nou, dat is dus deze. Kut leven. Wat zit er sowieso achter me aan? Helemaal niks. Alleen trillingen. Trillingen van de lucht. Oh mijn god. Wat moet ik nu? De lucht trilt. Oh mijn pot Jan Dikkie. Ik kan ook gewoon even mijn lantaarn erbij pakken. Heb ik eigenlijk nog een lantaarn? Ik kan niet te weten. Oh god, dan komt nu die kutvis weer. Oh, waarom? Waarom, SpongeBob? Waarom? Ik herinner me opeens dat ik mijn voice-over kanaal nog in de beschrijving moet zetten. Dat is logisch. Dan ren je weg voor de dood in een kelder en dan denk je, kut. Mijn voice-over kanaal staat nog niet in de standaard beschrijving. Ik neem maar dat iedere YouTuber dit wel herkent. Ik denk dat we het gehaald hebben. Dat is niet zo moeilijk. Dat viel best mee. De navel. We zijn er weer. Hoe noem ik echt bezig? 6 minuutjes. Oké, cool. Ik heb 6 minuten lang bullshit verklaard. Behalve over dat tiener-account. Dat was een prachtig verhaal, Rick. Ik heb trouwens mijn Pokémon-pet niet op. Want die ligt nog op school. Want ik ben een sukkel. En ik ben lekker Red Bull aan het drinken. Dat is helemaal geen Red Bull. Dit is Bullet, Rick. Het staat op het blikje. Maar ik zie geen flikken, want het is donker hier. Kijk eens waar we nu toch weer zijn, jongens. Dit zou je als kijker bekend voor moeten komen. Oh, kijk, een briefje. Hallo. Ho. Dat is niet hoe ik rol. Dit is hoe ik rol. Doe de handshake en plank the floor. En toen was ik dood. Nou, einde spel uitgespeeld. Prachtig. Alexander became silent. He didn't know what to say. He could no longer recognize his friend sitting. Ergens. Ja, hij kon gewoon zijn vriend niet meer herkennen die aan het zitten was. 18 augustus op 16 augustus. The power of the orb and ultimately banished the shadow hunting me. Nou, dat is mooi. More than ever. Ik denk dat het leuker is als ik Slender ga doen, denk ik. De nieuwe Slender. Ik denk dat, weet je, iedereen doet nu Outlast en Amnesia. Dan doe ik de nieuwe Slender zo van, hey, fuck jullie, bitches. Ik ben een beetje laat. Of gewoon de oude Slender, weet je, ook leuk. Dan maak ik een serie waarin ik een map blijf herhalen tot ik alle 8 papiertjes heb. Dat is gewoon het doel van die serie. Best een leuke serie, toch? Our visit was unexpected and Alexander was able to strike Herr Zimmerman down without alerting the others. Oké, ik ben lekker aan het lopen hier, dat is wat chill. Ik ben dol op lopen. Het is gezond en goed voor je, omdat het gezond is. Voor de children, niet de kinderen! Niet de kinderen! Dit is best wel een rare cutscene. Echt weer zoiets van, oh, je moet de verhaallijn snappen. Waarom doe ik dit gebaar erbij? Ik ben, ik ben Rick. Iemand, ik wou zeggen, ik ben LSD, maar je kan niet LSD zijn, je kan het alleen gebruiken. Iemand vroeg namelijk vandaag, wat gebruik je om op te nemen? En normaal vragen ze wel, wat voor microfoon gebruik je, maar gewoon, wat gebruik je om op te nemen? Dus ik reageerde, nou ja, meestal neem ik wat LSD. Handje vol paddo's. En wat GHB eigenlijk, als je het al weet. En ja, daarom ben ik altijd zo raar aan het praten en ja. Nou weet je dus, GHB en LSD en paddo's. Omdat hij zijn gebruiken. Oh my, dit ziet er niet goed uit. Oh my lord. Daar kun je niet meer in. Dat is duidelijk, dat is één. Ik moet ergens zijn in ieder geval. Hallo? Kiekeboe. Er ploept iets uit het dak. Er ploept iets uit het dak. En het is geen hondenkakpoep. Moet ik deze kant op? Ik heb echt geen idee waar ik heen ga. Ik weet alleen dat ik zo meteen helemaal kapot ga schrikken. Oké, ik denk dat ik de goede kant op ga momenteel. Maar ik kan het ook fout hebben. Dat heb je wel vaker. Oh kut, ik druk de proger op iets. Ho, what the fuck was dat? What the fuck stelt dat voor? Ik kan niet even wat fuel voor mijn lantaarn gebruiken misschien. Hallo daar, we gaan de goede kant op, toch? Toch, kan je hier eigenlijk afsnijden? Vast wel. En doodgaan waarschijnlijk. Vast wel. Het beeld is nogal raar en glitchy, ik heb geen idee waarom, waarschijnlijk door de lichtinstellingen en zo. Ik kan er nogal weinig aan doen in ieder geval, sorry daarvoor mensen. Als ik nou even stil blijf staan, dan wordt het als goed is weer gefixt. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Laat dat erop houden, ik geen idee heb wat er gebeurt. Gelukkig is het een van de laatste afleveringen, dus doe maar lekker je dingspel. Als jij zin hebt om zo tegen mij te gaan doen, doe het dan maar. Hé, een barrel.
Hier is het chemistry lab, daar konden we eerst niet in. Die is nu hartstikke open in ieder geval, dat wist ik nog. Hier moeten we naar dat botje in, kan ik me herinneren. Wat kan ik lang ding onthouden, zeg. Nou, de lever over, de lever. Should not perceive the heating pulse until the container is placed properly. Oké, dat is mooi. Dan plaatsen we hier even de container. Oh, the blood needs to be purified. Is dat, doe je dat met vuur of niet? Dat gaan we nu even checken. Oh ja, met vuur. Gewoon de vlam eronder. Vlam in de pan, zoals dat heet in de scheikunde, jongens. Vlam in de pan. Eigenlijk is dat heel wat anders. Wat iemand waarschijnlijk dan... moet hier wel de mierikswortel onder. Het is helemaal geen mierikswortel. Ik vind mierikswortel gewoon een mooi woord. Oh, je moet natuurlijk wel eerst een container eronder. Dus eerst hebben we het bloed daar zo. Of voilà petit. Dan flikkeren we dat onder de magische mierikswortel. Wat? Nee, niet? Nee, niet? Niet? Nou, dan flikkeren we die daaronder. Duidelijk, duidelijk. Hotskidee. Mag ik? Mag ie? Ja, Rick. Komt ie dan? Wat? Dat zijn geen scheikundige geluidseffecten. Behalve bij mij. En ik ben mezelf. Dus ja, dat zijn wel scheikundige geluidseffecten. Nou, die heb ik ook weer. Tonic. Ik ben dol op tonic. Eigenlijk niet. Oké, nou, what the fuck is die fuck? Waar moet ik dit ding gebruiken dan? Should not squeeze the juice out of gland until the container is placed properly below. Dat dacht ik dus ook, ja. What the fuck? Waarom kan dit niet? Waar gaat het mis, jongens? Waar loopt dit sap heen, zeg maar? Dat is even de vraag. Ik kan hem in dat bakje daar plaatsen, maar dat lijkt me niet echt logisch. Nope. What the fuck is dat dan? Moet hij daarbij? Nee. Hij moet hier wel bij, dat kan haast niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat het niet hierheen moet. Oké, er staat zo'n klein tapje, zie je dat? Dat tapje komt daar zo uit, dus ik zal hem wel daar niet moeten zetten, hè. Tadaa! Het is ons gelukt! We hebben er weer een mysterie opgelost! Oké, even draaien dan. Lekker draaien! La 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 la. Yay! Nou, dat was hem, denk ik. Tadaa! Where's Tonic? Oké, mooi. Dan gaan we verder met ons avontuur. Lekker verder lopen! Hallo? Iemand thuis? Ja, hij is er nog. Mooi. Ja, mooi. Oké, dan geef ik nu de heerlijke tonic. Voilà, petit. Drink maar op met je dode kop. Wat? Waarmee? Hoe moet ik zijn hoofd eraf halen dan? Off with the head doet me heel erg denken aan een nummer van The Offspring. Dat heet Beheaded. Echt een chill nummer. Het gaat over hoofden eraf hakken en ze onder je bed bewaren in een doos. Huh? What the fuck is hier te doen? Hier ben je nog nooit geweest, toch? Toch? Wat kan ik hier allemaal doen voor leuks? Stenen. Nou, lekker seks met stenen. Ah, ik heb een boonzaal. Misschien. Gokje dat ik die nodig heb. Oh, wow, ik schrok me de tering. Oeh. Ik ben echt blij dat die deur nergens heen kan, want sowieso dat het monster erachter zit. Nou, okay, nee, ik druk weer op alt. Linker alt is geen goede shit, jongens. Ik ben ondertussen een ervaren gebruiker van de linker alt knop. Dat wil je niet doen. Wil je niet doen, jongens. Dat maakt meer kapot dan je lief is. Nou, pakken we de kettingzaag, maar dan de bottenzaag. De bottenzaag. Er is een verschil tussen een bottenzaag en een bottenzaag. Dat scheelt een N. Oh, hey, een hoofd. Hallo. Nou moeten we weer naar de chancel toe, tenminste die ene grote zaal, weet je wel, die ene. De grote zaal, niet die van Harry Potter, nee, die ander. Deze kant op toch? Toch? Oh, wow, wow, rustig aan. En dan die kant op, denk ik. Wat hoor ik daar voor raars? Jongens. Doe eens even rustig. Doe even relaxed. Doe niet zo gek, want je bent behekst. Wat een rap, jongens, wat een rap. De rap van mijn leven. Oké, hoppakee. Het regent buiten, stilletjes op mijn raam. Ik geniet van YouTube en van mijn faam. Want ik heb abonnees en daarom ben ik blij. En als ik ze niet had, was ik eigenlijk ook best wel blij. Want abonnees boeien me niet zoveel, maar het is wel chill dat ik ongeveer 29.000 heb. Dat is wel chill. Het begint wel heel irritant te worden. Ja, ze... Godverdippiekes. Daar kunnen we maar niet eens heen. Ik moet gewoon naar het einde lopen, toch? Toch? Daar is het einde namelijk. Gisteren op school zag ik een jochie. En soms als van die kleine bruggetjes langzaam lopen, dan beuk ik ze gewoon aan de kant, weet je wel, boeien.
Nou klinkt vet gemeen, maar dit jongen was een kijker, de voetman zal lullen. Aan de kant! Bam! Die doen niet hard of zo. Ze gaan aan de kant en dan duw ik ze weg, want ze lopen gewoon in de weg, weet je wel. En dan blijkt het dus een kijker te zijn. Dat is ook zo lullig. Dan komen ze weer op Twitter naar toe. Ja, Rick, ik ben de jongen die je vanmiddag wegduwde. En dan voel ik me weer zo'n eikel. Ik kan niet eens gewoon even normaal een kindje duwen. Zonder dat hij me niet kent. Dat is toch wel een probleem. Even de laatste stukje erin pompen. Kan ik nu gewoon daarin dan? Dan is dit waarschijnlijk de finale, jongens. Want ik weet dat hij achter is. Het einde. Nou, dan gaan we er gewoon in, denk. Oh. Wat is er what the fuck? Momentos. A mystic barrier blocks a passage in the chance that the orb does not by itself remove the barrier. Something must be done with the machinery. Oké, cool. Dan is het goed. Ik ben bijna dood, of niet? A wound is bleeding quite badly. Nou, dan nemen we daar nog een paar van. Hoppakee. Ja, joh, ik heb er toch nog 9 van. Stomme health potions. Wie gebruikt er nou health potions in het spel? Als je health hebt, dan neem je het als een man en dan ga je dood. Behalve als je wel zeker op het einde van het spel bent. Dan moesten we toch de andere kant nog een keer op. Oké, dan. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Het is je vergeven, God. Het is je vergeven, heren Jezus. Jongetje Jezus. Dus ja. Maar ik word ook heel vaak herkend. Zoals ik had dus op de schoolfoto dat ik een Charizard pak aan. Dan kom ik dan een keer terug in een vlogske. Ik heb het Charizard pak. En ik had me verslapen voor de schoolfoto. En toen werd ik wakker gebeld van, Rick, schoolfoto. Ben ik gewoon met mijn Charmander pak in mijn tas naar school gereisd. Gauw op de wc mijn Charmander pak aangedaan. En ben ik op de klassenfoto geweest met mijn Charmander pak aan. Als een echt eindbaasje. Dat ben ik. En ja, dan zie ik meteen weer 10 tweets. Oh, ik zag vandaag Ed en die drie broers door de school lopen met een Charmander pak. Van allemaal mensen die ik niet ken. Dat is redelijk apart. Wat moet ik doen? Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Oh, ik had al een goede gok in ieder geval met dat ding ertussen stoppen. Ik stond mijn penis ertussen, die is wel groot. Auw! Auw, auw. Oké, we moeten dus iets groots vinden. Zoals mijn penis. Nee. Ja. Ja. Nog een keer. Dat was lachen. Dat was leuk. Hallo, ik zoek iets groots en het is niet mijn penis. Misschien een steen of zo. Een steen past er niet echt mooi tussen. Misschien is hier van de muur. Ik weet het niet. Kan dat mee? Nee. Kan dat mee? Dat kan mee. Ik ga er een kist tussen stoppen. Waarschijnlijk gaat het niet werken. Maar we gaan het proberen. Nope. Het is tenminste niet te klein. Het is alleen niet sterk genoeg. Oké, we moeten iets zoeken wat groot en sterk is. Is het misschien mijn penis? Nee, Rick, stop met praten over je penis. Maar het is een mooie penis. Ik weet het, Rick. Ik weet dat het een mooie penis is. Maar dat hoeven de kijkers niet te weten. Dat is iets tussen jou en je penis. Oh, dus zo'n pijp zou die shit wel fixen. Een glazen potje. Dat is vast de op... Oh, een steen. Ja, dat kan ook, hè. Een kleinere steen. Ja, perfect. Dat is de perfecte steen. Voor jou en mij. Een steen voor jou en mij. Hij maakt ons beiden blij. Deze steen gaat er vandoor met de fame. Yeah! Woo! Fuck jou, machine. Je krijgt 3 middelvingers omhoog van mij. Rechtstreeks in je anus. Nou, het begint een beetje te trillen hier. Of was dat al zo? Ja, dat was al zo toen ik hem kocht, hoor. Wat? Zit er in een kasteelachtig ding. Oh, poepedipoep. Boepedipoepsie. Doe maar dicht. Dat is niet zo mooi, hè? Dat is niet zo mooi. Doe maar weer dicht. Hij komt zometeen sowieso binnen. Wacht, gaat hij de deur openen of slaat hij hem gewoon in? Willekeurig. Nou, godverdikke me. Waarschijnlijk maakt hij me dood, of niet? Ik ga er langs rennen. Oh, wat? Bruce, one hit KO, toch of niet? Toch? Ik geloof dat die beesten one hit KO'en. Ik vind dit een mooi punt om af te sluiten. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik heb geen heel lang in de video zien, want mijn iPod is op de lader. En normaal time ik daar 15 minuten bij voor amnesia. Anders gaan de kleuren dus raar doen zoals nu. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met de finale. De grande finale. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Als je dit nu gekeken hebt, dan ben je een hele toffe peer. Tot de volgende aflevering. Doei!